De Nederlandse aardoliemaatschappij stuitte bij een diepboring in Drenthe op aardgas in de omgeving van Coevorden. Onder de druk van het gas komt voorlopig nog veel zogenaamde spoeling omhoog, die eerst geheel moet worden afgevoerd voordat het gas kan worden onderzocht op zijn hoedanigheden. Tot zolang laat men dat dan ook ongebruikt ontsnappen en om het meteen onschadelijk te maken wordt het boven de uitlaatpijpen verbrand. Het gas komt onder zeer hoge druk naar boven. Door de plotselinge uitzetting ontstaat een lage temperatuur die de buizen afkoelt tot ver onder het vriespunt. Indien kwaliteit en hoeveelheid van het gas bij Coevorden aan de verwachtingen beantwoorden, dan kan deze toevallige ontdekking voor Nederland van betekenis worden. Gedurende meer dan een week stond de vuurgloed dag en nacht boven het Drentse landschap. Start van de 100 meter.